Joekers van kanaal, ik ben Remco Wals. Van deze 9 mei zijn we hemelvaartsdag en dan gaan we vandaag Nederland ontdekken in de meimaand, streammaand. Ga jongens. In het blok. De grootste streammaand van het jaar. De meimaand, streammaand. Dat was niet erg dan. Ja mensen, we zijn vandaag in de keukenhof van ook wel, oh shit. We zijn vandaag in Nederland ontdekken. We gaan vandaag Nederland ontdekken zoals in Minecraft, zeg maar. Dus verschillende dingen. En vandaag zijn wij bijvoorbeeld in het toeristische attractie van de wereld. De keukenhof in Nederland, ja. Sam Luca, welkom op de keukenhof. Noordsgroen 15, ik denk dat dit hem ook bouwers zijn. Noordsgroen 15, Stijn VM 2007. Thijs, Sam Luca NL. En Methodidios, TMS. Oké, leuk. Dan heb je wel, let op, het park is nog in aanbouw, niet alles is af. Welkom in Keukenhof in Lisse. Hier worden jaarlijks 32 hectare volgeplant. Dat zijn er meer dan 7 miljoen bollen. In het park zijn verschillende paviljoens en molen en veel bloemen. Kijk maar eens rond tussen de bloemen. Ga naar het provincieoverzicht. Doe slechts wel PW. Nee. Let op. Oké, laten we dat even doen. Slash waarop PW. Ik denk dat we dan naar het geo voortgaan. Dacht ik al, denk ik. Limburg. Oh. We gaan even naar Noord-Brabant. Oh, we zitten in Eindhoven. Oké. Nou, ook leuk. Nou, we zitten in Eindhoven, mensen. Zo snel kan het gaan. Van, ja, je hoeft er tegenwoordig geen benzine voor te betalen. Je kan gewoon zo naar Eindhoven vliegen. Ideaal toch? Ja, ideaal. Ja. Want ja, benzine, dat is duur, laat het eerlijk zijn. Nou, we hebben hier de Eindhoven. Ik ben zelf nog nooit in Eindhoven geweest, wat moet ik daar trouwens ook? We kunnen wel even naar Breda. Want laatst was daar natuurlijk Vrijdag Koningsdag. Het Gassenveld. Ik weet niet of dat ook bestaat. Nee, kan ik dus niet opzoeken. Gassenveld. Maar ja, dat is nog de vraag waar dat is in Breda. Wel echt super mooi gemaakt deze kerk. Laten we eerlijk zijn. Die is best wel mooi gemaakt. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, goed. We gaan verder. Naar ja, het Gassenveld. Ik heb geen idee wat het is. We vliegen gewoon een beetje rond en dat is het een beetje. Ik denk zelf dat er een mooie afsluiting komt van neer naar... Nou, ja, denk het wel. Denk het wel. Tenminste, ja. Nou. Nee, sorry. Morgen is nog Nederland ontdekken en dan is het alweer klaar. Dan is er. dan zijn er weer gewoon de aflevering van Nederland nabouwen. Op dit YouTube-channel. Ja. Maar dit schiet er voor geen meter op. We gaan even naar Leeuwarden. Laten we even kijken hoe Leeuwarden eruit ziet. Ik weet niet of het slim is om iedere keer ergens aan toe te. Warpen, maar goed, we doen het gewoon. We hebben hier Leeuwarden. Ik zat deze dingen nooit. Checkpoint, goed bezig. Ga verder naar het eindpunt. Ja, maar waar is de fucking eindpunt, man? Ja. Ik zat dat nooit. Maar goed. We hebben hier de Achmea-toren. Wat een hoog gebouw, zeg. Ja. Als klein kind zei dat allemaal, nu zeg ik nog steeds. Goed. Hier hebben we. Ja, hier wordt jaarlijks kermis gehouden. Hier op dit terrein. Met het gemeentehuis hier. Het oude gemeentehuis van Leeuwarden. Is het ook helemaal ingericht volgens mij, toch? Ja, kijk eens aan. Helemaal ingericht en al. Nou, leuk en aardig. Ja, heel wat. Schön. Ja, grappig. Nou, leuk. Wat hebben we hier? Twee buttons. En hier hebben we uitzicht naar buiten. Nou, leuk. Maar ik wil nu weer uit. En volgens mij zitten ook een paar mensen die mijn video's kijken op dit YouTube-kanaal. Die zitten ook in deze server, heb ik gezien in de taplijst. Want ja, soms zie ik wel mijn... In de reactie zie ik soms mensen staan en denk, oh ja, tuurlijk. Ja, die zie ik soms ook wel eens in de server.
Grappig is dat, hè? Ja, leuk. Nou, weer vlak bij de Oordeelhoven. Bekende Oordeelhoven. Voor de mensen die willen weten, ik reageer wel op de reacties van de video's, maar, zeg maar ik plan heel ver vooruit. Dus eigenlijk is de hele mei maand voorgepland, omdat ik natuurlijk de mei maand stream wat heb. Dus het is normaal druk allemaal bij mij. Dus ja, ik maak het zelf voor mezelf druk, maar ik vind het alleen maar leuk om jullie superleuke content te verzorgen. Dat doe ik met alle liefde. Daarom heet het ook Rembo zijn passie. En dat wil ik gewoon nog jaren blijven doen. En dat zeg ik ook jaren. Alleen. Gezellig, alleen. Met, ja, livestreams met vrienden of wat dan ook. We hebben hier, ja, bekende plekken in Minecraft. Zoals hier, voor mij is dit bij het Gisbert. Nog wat, ik weet niet hoe die kerk precies heet. Wat is dit trouwens leuk gedaan trouwens? Dit zie ik ook voor het eerst. Wel gebouwd in week 1. Gebouwd in 1 week. Klaar. 19 juli 2020 om 4 minuten over 2:30 in de nacht. Hi, welkom in de Arendstuin Leeuwarden. Gebouwd door die slaagstrepen, die ene Fries slaagstrepen. Tweede plaats de wedstrijd van JHX Games. Oké, leuk. Nou, ik vind het wel netjes gebouwd. Geef eerlijk toe. Voor mij kijkt hij ook wel eens die video's van mij. Dit is voor mij, hier zat vroeger de C1000 in. Nou, dat is al lange daar niet meer. Oh, kijk, die kerk ook gebouwd. Deze kerk bedoelde ik. Die is in het echt nog hoger, maar ja, dat is bijna onmogelijk. Dat ding is echt huge. Dat is echt niet best. Oh, je ziet nog dat stukje nog. Oh, oepsie. Goed, ik ga niet eruit knippen. Bekijk dat even. Mensen, we zijn er weer bij een conference offering. Ik heb toch niet veel te vertellen. Het is alleen maar een spekje eigenlijk. Voor de rest is het niet veel boeiend. Ik zie je volgende week. Ik zie je morgen bij een aflevering van Nederland Denken. En dan zeg ik altijd dikke vette bier. Nee. Bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter. Abonneer het YouTube kanaal. Hier beneden links kan je kijken naar een andere video op het YouTube kanaal. En de thema weken van Remco zijn passie. En dan zie ik je volgende week. Joe. Hi jongens. In het blok. De grootste streamingmaand van het jaar. De meimaand streammaand. Dat was niet erg dan.